Maskers gebruiken in Lightroom. Dat is ontzettend gemakkelijk geworden. De laatste updates van Lightroom die hebben voorzien in een prachtige techniek ja, die ons alleen maar tijdwinst geeft, een hoop gemak geeft, van een hoop gedoe afhelpt. Nou ja, noem maar op. Maskers maken is ontzettend makkelijk geworden. Je kunt er in één keer enorm veel mee. In feite kan het bijna met één druk op de knop. Maar, wat doe je nou eigenlijk als dat proces net niet zo soepel loopt? Als die ene druk op de knop niet precies het masker geeft wat je zoekt of wat je wilt. Nou, dat wil ik in deze video laten zien. Er zijn ook in Lightroom vaak heel veel wegen om een probleem op te lossen. Nou, ik laat er in ieder geval van één kant iets zien hoe je zoiets zou kunnen oplossen. En dan neem ik je mee in deze foto. Aantal sneeuwklokjes op een rijtje. Prachtig aandoenlijk beeld. Maar ik wil net wat even wat meer detail in die blaadjes, die witte blaadjes van het sneeuwklokje. En ik wil de rest, de voorgrond, dat gras. En nou, die lucht is natuurlijk al heel vaak, maar met name even dat gras. Dat wil ik wat meer vervagen. En wil misschien ook wel even wat minder groen maken. Wat de verzadiging even wat terugzetten. In ieder geval, ik wil die witte blaadjes, die wil ik apart geselecteerd hebben. Daar wil ik een masker voor hebben. En van de rest ook. Dus ik zoek eigenlijk twee maskers. Nou, laten we eens even kijken wat Lightroom biedt. Hier rechtsbovenaan hebben we een balkje. En dan zie je een rondje is het. En als je daarop klikt, dan kom je in dit dialoogvenster. Kun je een aantal maskers toevoegen. Een aantal voorkeuzes zijn er al. Je kunt het onderwerp eruit pikken, de lucht en de achtergrond. Dat is ontzettend makkelijk. Nou, daarnaast kun je nog wel wat meer hiermee. Maar het gaat even om met name het onderwerp. Want ja, die sneeuwklokjes die zijn het onderwerp. Dus laat ik die maar even pakken. Nou, je ziet wat er gebeurt. Het gaat niet onaardig. Want de witte plaatjes die zijn inderdaad geselecteerd. Maar helaas, er is ook veel meer geselecteerd. En dat zit wel zo dicht tegen die blaadjes aan, dat het eigenlijk niet weg te halen valt. Met een perceel of met een ander dingetje. Ja, wat nu? Wat kun je dan nog doen? Hoe kun je dan nog een masker maken? Nou, laten we eens even kijken naar met name kleurbereik. Want deze blaadjes zijn wit en verder zit in beeld eigenlijk niet zo heel veel wit voor wat ik kan zien. Dus laten we dat dan eens even proberen. Dus je moet gewoon wat andere manieren zoeken. Maar ja, een object denk ik dat net zo goed niet kan. Met een penseel schilderen, dat zou misschien nog gaan, maar het is ook een vreselijk tijdrovend werk. Lineair, dat wordt hem hier niet. Een radiaal, dat lukt ook niet. Nou, kleurbereik, die gaat hem denk ik wel worden. En ja, luminantiebereik, ja, dat zou de lichtgevendheid zijn. Nou, dat zou ik in dit beeld ook niet aandurven. Want dat is vrij egaal belicht. Dus kleurbereik is de enige optie die dan nog rest. Dat gaan we eens proberen. Ik ga hier een nieuw masker aanmaken. En dan krijg ik een pipet. En daarmee ga ik gewoon eens even proberen wat er gebeurt. Ik trek ze even hier een vierkantje over. En dan zien we wat er geselecteerd wordt. Nou, heel verrassend. Keurig netjes de blaadjes. Dat wel, ja. Maar ook de hele achtergrond. Dus die zitten in hetzelfde genre kleuren. Nou, we zouden het nog anders kunnen doen. Hier nog eens even wat proberen. Nou, dat wordt eigenlijk precies hetzelfde. Hier nog een. En daar gebeurt eigenlijk ook vrijwel hetzelfde. Nu is het lastige bijkomstigheid is dat mijn kleur hier groen is. Van de overlay. En ja, hier zit ook veel groen in het beeld. Dus laten we daar eens even een ander kleurtje voor pakken. Dat doen we maar zo gewoon even rood. Dat weet ik zeker dat hier niet in beeld zit. En dan zie je meteen welke delen echt geselecteerd zijn in dit beeld. Nou, dat er lucht erbij zit, dat mag duidelijk zijn. We hebben dus die blaadjes, maar ook die lucht. Ja, die moeten we dus nog uitzien te halen. Hoe kunnen we dat nou uit dit beeld halen? Nou, dat kan gelukkig ook. Als we op masker 2 klikken, dan kunnen we daar toevoegen en verwijderen. Nou, laten we even gaan verwijderen. En dat kunnen we bijvoorbeeld met twee dingen doen. We kunnen de lucht selecteren of we kunnen een lineair verloop en die trekken we dan naar beneden toe. Laten we eerst eens even de lucht pakken. Dan gaat hij dus een,
een masker maken van de lucht en dat gaat hij er eigenlijk van afhalen. Nou, dat is heel aardig gebeurd. Nou zitten we nog met een kleine streep hier, zo dwars over het beeld heen. Nou, dat kunnen we eventueel met een penseel verwijderen. Kiezen we weer voor verwijderen en dan penseel. Dan kunnen we eventueel ook nog wat over het gras gaan, mocht dat nodig zijn. Nou, dan krijgen we een cirkel te zien, een penseel te zien. En daarmee er staat een minnetje in en daarmee kunnen we dan een deel weghalen. En nu hebben we dus met het penseel eigenlijk alle overbodige selecties weggehaald. Je kunt dat hier ook heel eenvoudig zien. Hè? Dit is nu het masker waar we nu in zitten. Met die blaadjes. En daar hebben we een stuk met penseel en met de lucht hebben we daar een stuk weggehaald. Dus de basis was het kleurbereik. Waarna we de lucht eruit gehaald hebben. En met het penseel nog wat kleine details hebben weggehaald. En op die manier kun je dus heel gemakkelijk een hele fijne selectie of een hele selectie maken die niet direct door Lightroom gedaan kan worden. Nou, dan kun je dus wat je nog wilt op die blaadjes natuurlijk. Je kunt het nog wat witter maken. Ze zijn natuurlijk al vrij wit. Een beetje textuur erin. Zo kun je die blaadjes dus behandelen. Nou, wil je nu de rest, want die wilden we wat vager maken. De blaadjes hebben we wat meer detail gegeven, het gras en de rest, dat willen we juist minder detail geven. Nou, dan kunnen we weer opnieuw gaan maskeren, maar het is eigenlijk heel gemakkelijk, want we willen precies het omgekeerde hebben. Nou, daar heeft Lightroom ook in voorzien. Als je dus op die twee puntjes klikt, of drie puntjes, dan kun je het masker dupliceren en meteen omkeren. Nou, wanneer we daarop klikken, dan zie je dus dit. Alles is geselecteerd, gemaskerd, behalve die blaadjes. Nou, daar kunnen we dus, laten we hem iets donkerder maken. Je ziet dan dat dan ook meteen die rode overlay verdwijnt. Kun je tenminste zien wat je doet. Nou, wat textuur eruit halen, helderheid eruit halen. En eventueel nog wat verzadiging weghalen. Nou, dit is allemaal even een voorbeeldbewerking natuurlijk. Het hoeft niet per se jouw smaak te zijn of mijn smaak. Maar dit laat even heel duidelijk zien dat je met maskers heel gericht te werk kunt gaan. Je kunt dus in de basis beginnen met zo'n standaard masker, zoals hier het onderwerp. En als het goed uitpakt, kun je daarmee verder gaan. Lukt dat niet, dan moet je het gaan verfijnen met een ander soort masker. Of nog wat toevoegen of verwijderen. Ik heb in dit voorbeeld laten zien hoe je stukken masker verwijdert. Maar evengoed kun je dat natuurlijk toevoegen. Dat gaat best ver. En daar moet je gewoon een beetje in jezelf in trainen. En leren denken wat de mogelijkheden zijn binnen al die maskers. Want het zit er nog niet zo lang in. Maar de mogelijkheden die het heeft, die zijn echt enorm uitgebreid. Dus doe daar je voordeel mee.